De 38-jarige moeder van het vermoorde Rotterdamse meisje Jille heeft bekend dat ze haar dochter om het leven heeft gebracht. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag. Het meisje werd eerder deze week doodgevonden in de tuin van het CNV-vakbondsgebouw in Den Haag. Ze blijkt te zijn gewurgd. De hechtenis van de vrouw is met 2 weken verlengd. Een 18-jarige verdachte van de rellen van zaterdag bij de Kuip heeft zich de afgelopen dag bij de politie gemeld. Een foto van de man stond op 2 politiesites op internet. De publicatie van de foto's heeft tot nu toe 35 tips opgeleverd. Een digitaal onderzoek onder jongeren in Spijkenisse, Zwijndrecht en Capelle aan de IJssel is na een paar dagen alweer stilgelegd. De inlogcode voor deelnemers blijkt moeiteloos te kraken, waardoor mensen zich kunnen voordoen als iemand anders. Het onderzoek van het Verwij Jonker Instituut wil in kaart brengen hoe jongeren hun jeugd beleven. De gemeenten gaan de deelnemers informeren over het vervolg. Capelle aan de IJssel verlaagt vanaf volgend jaar de gemeentebelasting. Inwoners hoeven in 2012 nog maar €128 rioolheffing te betalen in plaats van €210. De afvalstoffenheffing gaat met gemiddeld €30 per huishouden omlaag. Dat kan omdat het verwerken van afval opnieuw is aanbesteed. Jaarlijks levert de nieuwe aanpak de gemeente een voordeel op van €1,4 miljoen. Vandaag na het oplossen van de eventueel aanwezige mist krijgen we mooi weer. Er staat weinig wind, het blijft overal droog en het is aangenaam met temperaturen van ongeveer 20 graden.